Cultuuragenda. Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. 14 december 2022. En bijna een half jaar geleden zat hier een jonge man in de studio. En ik maakte een afspraak met hem. Ik zeg, jongen, als jij een titel behaalt, dan kom je terug aan het komen. En het is gebeurd. Daar zo meteen meer over. We gaan hem eens even zijn stemmetje laten verheffen. Goedenavond. Goedenavond, Renier. Damon Shooters is de naam. Damon, hoe gaat het met je, kerel? Goed, en met jou? Ja, dank je. Koud buiten, hè? Ja, vreselijk. Ja, Damon, even terug naar even een korte flashback hoe het allemaal begon. Hè? Punt 1, wat doe jij in je dagelijkse leven? Ik ben werkzaam in de zorg. Ik werk op Hoeve Overhuizen in Bocholt. En Hoeve Overhuizen, even daar iets speciaals over. Wat doen die precies? We hebben allemaal bewoners en het was één grote boerderij vroeger. Mm-hmm. En daar hebben ze dan een zorglocatie van gemaakt. En daar werk ik. En wij kijken niet zo echt naar de bewoners van echt specifiek van ze moeten nu opstaan. Ja. Nee, wij kijken echt naar de wens van de mensen. Wie wil langer uitslapen, die laten we langer uitslapen. Al lekker. Ja, precies. Dus echt en veel activiteiten, uitstapjes met de mensen. Ja, echt dat ze nog een leuke laatste jaartje zouden hebben. Hoe jong ben jij, Damon? Ik durf het niet te zeggen, maar ik word volgend jaar 30. Jeetje. Ja. En hoe lang zit jij al in de zorg? Ik denk nu zo'n 4, bijna 5 jaar, zoiets. Dus voor de coronapandemie zat jij al in de zorg? Ja, ik heb dat allemaal meegemaakt. En je bent er gebleven? Ik ben er gewoon gebleven. Complimentje, jongen, complimentje. Super voor jou. Van jou, moet ik zeggen. En je zat in die zorg en op een gegeven moment gebeurde er iets, hè? Vertel het in je eigen bewoordingen waar het allemaal begon. Dat was een verjaardagsfeest van mijn zusje. Mm-hmm. Daar had zij wat vriendinnen van haar uitgenodigd. En een van die vriendinnen die is fotograaf. Aha. Ja. En ik raakte daarmee in gesprek. En die zei eens tegen mij van ja, kom eens naar mij in de studio. En dan ga ik eens foto's van jou maken. En dan had ik dus van waarom moet iemand foto's van mij maken? Maar ja, zegt ze, ja, ik zie aan jou, jij bent vrij onzeker. Dan kan ik jou wat meer tips geven, hoe je zekerder kan worden en zoiets allemaal. Mm-hmm. Nou, puntje bij paadje gedaan. Daar naar de studio gegaan, daar gaan staan. 2 foto's gemaakt en zij zegt, jij bent gewoon perfect als model. Ik hoef je niet veel wat te zeggen. Je staat, je doet het, je hebt je lengte mee, je blik mee, gewoon perfect. Ja. En toen was ik van, nee. En toen begon ze maar verder te gaan tijdens die shoot. Van ja, geef je toch op voor de misterverkiezing? En ik zeg, nee, waarom zou ik mij daarvoor opgeven? Hè? Dat is niks voor mij, daar voel ik niks bij. Ja. En daarna ben ik toch gaan denken. Ik denk, ja, misschien is dat toch wel wat voor mij. Dan word ik misschien een stukje zekerder van. Hè? En dan, en puntje bij paadje, maar ja, uiteindelijk opgegeven. En ik denk, ja, dat wordt toch niks. Want zoveel foto's op Instagram had ik nog niet. Ik had geen portfolio of niks. En toen kreeg ik opeens een uitnodiging voor de casting. Naar die casting gegaan, ook geen verwachtingen bij. Ik denk, ja, een mooi meegenomen als ik er ben. En dan zie ik het wel of ik in de finale sta. En hoeveel waren er daar voor de casting, weet je dat? Uit mijn hoofd? Ik gok zo'n 40 mensen. Mm-hmm. 40 mannen. Ja. Voor de normale categorie. Voor de... Niet de junior en niet de senior, gewoon echt ertussenin. Ja. Ja, zo'n ongeveer 40, 45 man. Mm-hmm. En ik was een van de 18 finalisten. Damon, voor die kijkers en luisteraars die het toen niet gezien hebben, waar begon het dus allemaal met je werd geselecteerd en toen? Ja, toen werd ik geselecteerd en toen kregen we toen werden we allemaal in de groepsapp gezet. En toen kregen we een aantal dametips doorgestuurd van dan en dan en dan moet je aanwezig zijn. Dat was meestal om de zondag. Mm-hmm. En toen was ook de finale datum al bekend, maar het was nog niet de plek bekend. Mm-hmm. Dus dat was voor ons ook nog een big surprise. Ja.
Nou, toen jij op 22 juni hier was, ik vergeet het nooit, je was knalrood, hè? Ja, ja. Want, hij was namelijk op vakantie geweest in Kroatië. En hij kwam daar van ver boven de 30 graden half verbrand hier naar de studio. Want hij wilde dat onder de aandacht brengen. Ja, en wij gunden natuurlijk deze jongen uit de Parkstadregio. Waar kom je precies vandaan, Damon? Uit Kerkrade. Uit Kerkrade gunden wij natuurlijk veel stemmen. En wij gaan er ook vanuit dat dat geholpen heeft. Naar aanleiding van die uitzending toen. En Damon kwam dus in die rollercoaster. Hij kreeg datums door dat hij moest opdraven. Maar wat gebeurde er? De eerste twee, wat was er aan de hand? Nou, de eerste kon ik al niet bij zijn. Want toen zat ik in Kroatië. Ja. Ja, dat was al geboekt en gepland. En daar had ik niet bij nagedacht tot ik in een Mister International zou staan. Nee, wie zou dat gedacht hebben? Ja. En daarna heb ik helaas nog een keer gemist door corona. Ja. En als dat niet gebeurd was, beste mensen, dan was Damon wellicht nog veel hoger geëindigd. Maar goed, hij heeft in ieder geval een prijs, daar gaan we het zo meteen over hebben. Wat moest je allemaal doen? Even teruggaan naar die tijd en wat jij daarbij beleefde. Nou, de eerste keer kregen we gewoon de stacks in uitleg. Kregen we allemaal die sheriff, wat ik toen die 22e om had. Ja. En naar de tekst en de uitleg en aan elkaar voorstellen en zoiets allemaal, kregen we toen acteerles. Acteerles? Acteerles, yes. Oeh, ja. We hebben ook heel veel fotoshoots gehad. Echt veel fotoshoots. Zat daar ook een opdracht bij? Ja, meestal wel. Ja? Meestal kregen we wel een beetje een structuur van, hè, dit moet je aandoen of dit moet je aandoen of dit moet je meenemen. Mm-hmm. Er waren ook een aantal shoots, daar mochten we zelf vrije keuze in hebben. Freestyle. Ja. Yes. Ja. Eén fotoshoot was met bloot bovenlijf. We hebben ook een shoot gewoon in chique kleding gehad. Mm-hmm. We hebben catwalk training gehad. We hebben toen ook bij Utrecht Centraal Station hebben we de catwalk oefening moeten doen. Oh, ik dacht al voor conducteur moeten spelen. Nee. Ja. Nee, en dus heel veel trainingen om de zondag, telkens trainen, veel fotoshoots, make-up les. Make-up les? Ja. Leg uit. Misschien kunnen de dames er nog iets van leren. Ja, we moesten, omdat we ook natuurlijk wel eens zelf fotoshoots of opdrachten krijgen. En we hebben geen make-up artiest bij ons of iets. Dan moeten we wel een beetje zelf foundation op het gezicht. Ja, hè? En poeieren en wenkbrauwen en alles. Ja. Moest je allemaal zelf doen? Ja. Maar ja, goed, dat kwam voor jou natuurlijk als een donderslag bij heldere hemel. Maar dat had je nooit gedaan, hè? Nee, precies dat. Hè. Maar ik moet zeggen, het was best wel goed gegaan. Oké, nou, dat is prettig om te horen. Ja. Ja, we gaan dus langzaam naar die laatste momenten dat jij nog niet wist wat allemaal ging gebeuren. Vertel. Ja, ja. Nou, een week voor de finale hadden we de pre-judging. De pre-judging. Pre-judging, yes. Mooie naam. Ja. Mooie naam ervoor. Ja, je moet me bedenken. Pre-judging. Of met andere woorden, hier heb je alvast de zenuwen in je schoenen. Ja, ik wou net zeggen, daar was ik meer zenuwachtiger voor dan voor de finale, om toe te geven. En waarom? Ja, daar werd je toch echt beoordeeld of je in de top 6 zou staan of niet. Oké, ja. En dat was toch wel echt het momentje, ga je naar de Filipijnen of ga je niet naar de Filipijnen? Of ga je naar de Filistijnen? Ja, precies. Ja. Ja, en ze hadden ons ook vanaf het begin al gek gemaakt. Ja, de pre-judging, dat telt twee keer mee. Oh jee. Dus aan het cijfer wat je krijgt, dat pre-judging telt dubbel. Mhm. Dus daarvoor was ik ook al nerveus. En ja, je staat daar alleen. En tijdens de finale had ik die 17 anderen nog bij me of om me heen. Ja, ja. In ieder geval ergens. Maar tijdens die pre-judging zat ik daar alleen voor de hele jury. Ja. Ja, dus dat was wel echt even slikken en doorbijten. En wat heb je toen gedaan, toen je alleen voor die jury zat? Ja, toen moesten we onszelf een beetje profileren, zeg maar. Profileren, ja. Ja. Je kreeg toen een kaartje met een stelling erop en dan moesten we over vertellen. Wat was die stelling bij jou? Weet je nog? Dat
was iets met moet de overheid... meer... En toen zei jij meteen nee. Nee, ik had mijn dagelijks leven daarin gebruikt, omdat ik in de zorg werk. En ik zeg, ja, ik ben het er wel mee eens met de stelling. Ik zeg, want het was iets met moet de overheid je meer aanbieden voor als je de keuze gaat maken voor je werk later. En dan had ik gezegd, ja, ik heb nu gekozen ervoor om in de zorg te werken. Mm-hmm. Heb ik natuurlijk geen spijt van, want ik vind het hartstikke leuk. Mm-hmm. Ik zeg, maar lichamelijk begin ik het toch wel af en toe te merken. Wat merk je dan? Aan mijn rug, aan mijn knieën. Ja. Ja, ik ben nogal groot, dus ik moet vaak bukken. Ja. Voor die mensen te helpen, met uit bed helpen. Ja. In de rolstoel zetten. Mm-hmm. Ja, we hebben natuurlijk wel hulpmiddelen ervoor. Maar natuurlijk, ja. Dat is ook niet natuurlijk alles, hè. Dus... En vaker denk je dan toch van, ach kom hier, ik doe het zo wel even. Ja, ja. Precies, dat wou ik net zeggen. Dan wil je toch wel even sneller de mensen helpen. En niet om sneller klaar te zijn, maar om hun toch nog een beetje het idee te geven van, hè, je kunt het toch nog wel een beetje zelf. Mm-hmm. Dus ja, maar dat begin je toch wel af en toe te merken. Ja. En dan ben jij amper, hè? Ja. Ja, goed. Schijm uit. Ja, ik wou nou zeggen, laten we het wel even vrolijk houden hier vanavond. Want we willen niet verzanden in mensen die nou met rugklachten thuis zitten. Nee. Laten we langzaam naar de uitslag gaan. 1, 2, 3. En vervolgens kwam Damon om de hoek, hè? Ja, klopt. Ik heb de Mr. Public Choice gewonnen. Dus de publiekslieveling. Ja, door alle stemmen van iedereen. Mm-hmm. Ja, helaas was ik net te laat met jouw vragen, want toen sloten de stemmen. Ja. Maar goed, het lobbyen heeft in ieder geval geholpen. En Mr. Public Choice International Netherlands. Kijk, dat is nogal een titel. Daar moet je even op gestudeerd hebben, anders breek je je bek erover. Ja, wat houdt dat nou precies in? Je hebt die titel gekregen. En toen? En toen, dat was het. Toen deze medaille, wat ik nu om heb, kreeg toen uitgereikt. Ja. Ja, voor mij betekende dat natuurlijk heel veel. Tuurlijk. Dan deden 18 mee. Mm-hmm. Dat was een top 6. Ja. En een aantal categorieën waarin je wat kon winnen. Mm-hmm. Dus er zijn ook natuurlijk een hele hoop met lege handen naar huis gegaan. Mm-hmm. En ik heb toch wel... in die 2 maanden tijd toch wel gestreden voor een titel. Ja, nou, dat heb je prima gedaan. En dan ook nog denkende aan het feit dat je niet eens er naartoe wilde gaan. Ja, precies. Dan heb je het niet slecht gedaan. Als ik jou vraag, hoe zie jij de toekomst, Damon? Buiten de rugpijn die je van de zorg krijgt. Nee, groetjes daar in Hoeven Overhuizen. Laten we dat even niet vergeten. Petje af voor die mensen. Ook voor Mia, een van die mensen die daar werkt. Ik doe het petje af, maar ik doe het ook even. Kijk, doen we maar het hoedje af. Zo, het hoedje doen we even af voor al die mensen in de zorg. Want dat verdienen ze. En mijn hart ligt inderdaad bij de mensen die dat doen. Groot respect. Maar goed, terug naar jou, Damon. Ja, mijn respect ook natuurlijk naar al mijn collega's en alle andere mensen in de zorg. Ja. Ja, we hebben toch wel allemaal door een moeilijke periode heen gestreden. Dat hebben jullie gedaan. Met corona en alles. Ja. Maar nu dus, naar jou. Hoe zie jij jouw toekomst? Nog sowieso werken in de zorg. Uiteraard. Dat kan ik gewoon niet loslaten. Ja. En zoals ik nu ook al doe, gewoon een beetje voorderbij voor de camera staan. Mm-hmm. Ik heb een hele goede fotografe. Mm-hmm. Daar waar ik op TFP-basis, dus op gratis basis... Mm-hmm. Zodat wij elkaars portfolio aanvullen en groter maken. Nou, als mensen daar iets van willen zien, hoe kunnen ze jou vinden? Want ik heb dat... met name zwart-wit-foto's voorbij zien komen. Ja. Die vond ik wel style, moet ik zeggen. Ja, ze kunnen mij op mijn Facebook vinden. Ja. Waar jij mij vandaag in hebt getagd. Ja. Kunnen ze me terugvinden. Of op mijn Instagram. Het is Damon Scooters met OETRS. Hè? Dus ja. Damon, niet Damon, maar Damon Scooters. Ja. Ja. Op Instagram, op Facebook. En daar kun je kijken wat die zo wel posten. Ja, precies. Ja.
En mochten jullie na mijn verhaal ook interesse hebben gekregen om mee te doen met de Mr. International en wie weet een betere prijs dan mij pakken. Kijk eens. Doe dan op Instagram hashtag Scout M-I-N. Dus de afkorting van Mr. International Nederland. Mm-hmm. En wie weet word jij gescout. Ja. Wil jij nog iets eraan toevoegen aan het geheel? Hè? Jij als Mr. Public International? Nee, ja, ik vond het een heel mooi traject wat ik heb gedaan. Ik ben erover na aan denken om volgend jaar weer meer te doen. Maar dan bij de senioren. Kijk. Want ik word toch al 30. Toch al 30. Hoor je dan al bij de senioren? Ja, de senioren zijn volgens mij vanaf 30 of vanaf 31. Oh, dus dan okay. Mag ik... Ja, goed. Ik zou zeggen, laat gaan. Ja, misschien heb ik dan wel meer kans op een... En je hebt een je hebt al een beetje ervaring. Dus ja. Die neemt je niemand meer af. Nee, die precies. Die ervaring, precies. Dat heb je al opgedaan. En rest mij jou te bedanken voor de komst naar de studio. Hele fijne feestdagen en alles wat wenselijk is in 2023. En toi, toi, toi met alles wat je gaat doen. Ja, voor jou hetzelfde allemaal natuurlijk. Dankjewel. En ik zou zeggen ook aan jou... Adieuwa. Ja, kijk, dat is toen een richtige kerkreutsel. Ik kan zo'n plaat moeilijk nemen. Jazeker, kan niet dat. Jazeker, oh, dat is het, joh. Een kerk gewoon geboren getogen, hè. Dus, een kerk gewoon geboren en getogen.